Nou, maar eens even een kijkje nemen naar mijn nieuwe anti-kattenkooi. Hier om de verwarming heen zit. Hoppa. Dat het kleine duffeltje dan buiten blijft. Maar ze zit al te zinnen op manieren om binnen te komen, kijk. Ze ligt ernaast. Om te voorkomen dat ze eronder doorkruipt, zit het allemaal redelijk klem pas tegen de vloer aan. En er zitten gemene pennen. Ik kan niet anders. Om te voorkomen dat ze eronder doorkruipt. Hé? Wat vind je ervan? Martine, wat vind je ervan? Hé? Is dat je zin? Of vind je het niet leuk? Maar dan kan je wel weer door het hele huis zijn, hè? Boef. Frederik, die vindt het fantastisch. Maar die komt er ook niet aan, hè? Rikje, dat doe je niet, hè? Je bent niet zo'n duffeltje als je zus. Kijk. Ja, wat vind jij ervan, Moon? Hé. Hey. Je hebt je mooi afzijde gehouden, hè? Je denkt, ga naar beneden bij het minste geringste aan herrie of aan knutselwerk, hè? Moon vindt dat maar niks. Hé, Moon? Hé, hey, Simone. Heb je nou die kast al gezien? Die kooi? Moet toch echt even gaan kijken, hoor. Bekijk het maar, Moon. Kijk, dit is waar het duveltje toe in staat is. Die knapt echt overal in. Hé, hey, Martine. Kijk eens in de camera. Tine, kijk eens. Ja, echt niet. Er liggen daar etenswaren. Die de anderen niet hebben opgemerkt. Maar ja. Behalve dat ze ondeugend is, heeft ze ook een uitstekend neusje. Maar goed, we gaan eens kijken hoe het functioneert. Als het niet werkt, dan ga ik een houten kast om het ding heen maken. Het is niet anders.